Er landen al ruim 18 jaar geen vliegtuigen meer op de luchthaven van de Gazastrook bij Israël. Werkgelegenheid biedt het oude vliegveld dan ook niet, maar daar hebben de Palestijnen wat op gevonden. Ze proberen er nu hun geld te verdienen met het vangen van bijzondere vogels. Je zou het niet zeggen, maar dit was ooit een internationale luchthaven met verbindingen overal in het Midden-Oosten. Nu is het hier stil en gaat de 16-jarige Hamza op jacht. In de dichtbevolkte Gazastrook is dit een van de weinige rustige plekjes. Ideaal dus om kleine zangvogeltjes te vangen. De hoofdprijs is een putter, maar meestal vangt hij simpele musjes. De luchthaven van Gaza was de belofte van de regio. Feestelijk geopend door presidenten Bill Clinton en Yasser Arafat. Maar er kwamen oorlogen, bombardementen. Hamas kwam in de Gazastrook aan de macht. Israël sloot de land, water en luchtwegen. Hamza is te jong om het te herinneren. Zijn broer Shadi weet het nog. Dat lijkt verder weg dan ooit. Gaza is uitzichtloos. 70% van de jongeren is werkeloos. En voor de broers zit er dus weinig anders op. Morgen gaan ze het weer proberen.